Mijn naam is Lisa Staal, ik ben auteur van 3 boeken, ik ben relatiecoach en ik geef lezingen over liefde, relaties en een vleugje seks. Vanavond geef ik mijn lezing in Blaar, in Blaricum. Het wordt berenspannend. Ga je mee naar binnen? Goedenavond allemaal, hartelijk welkom in Blaar, de mooiste en hipste locatie van Blaricum. Dus ik dacht, ik doe het anders. Ik ga een heel simpel relatieboek schrijven. Met duidelijke taal, duidelijke staaltaal heb ik het maar genoemd. En tot slot ook wat humor, want ik ben nu eenmaal geen saaie doos. Jij ook niet, hè, Vief? Marijke ook niet. Heb jij je man wel eens achter de behang willen plakken? Nee, nooit. Oh, je krijgt een hele lange neus. Ik wil mijn man wel eens achter het behang plakken nog steeds. En dan hebben wij leuk behang. Dus dan ziet hij er toch leuk uit. Ik denk, Lisa, dat in elke relatie sowieso wel eens dingen zijn. En als je dat niet erkent, dan ben je ook niet eerlijk. Ik wil vingers zien. Even eerlijk zijn. Volgens mij moeten ze allemaal omhoog. Toch? Jij niet? Oh, oké. Nou, iedereen dus. Ja, nou, ik vond het een hele leuke ervaring. Vooral om met vrouwen bij elkaar te zijn over iets wat we heel erg leuk vinden. En dat is over mannen praten. Mm-hmm. En het geeft heel veel stof met elkaar. En dat merk je nu al om over na te praten. Mm-hmm. Dus je hebt een hele mooie aanzet gegeven. Dankjewel. In mijn boek gaat het voornamelijk over conditionering door opvoeding. De eerste fase is verliefdheid. Wie is er verliefd? Wie zit nog in die beginfase? 1. 2. Hoe verliefd ben jij? Ja, heel erg. Heel erg. Je zit op die roze wolk? Nou. Oké, okay. Opletten vanavond jij. Nou, ik vond het ten eerste een supergezellige plek met leuke mensen. En ik vond het heel leerzaam en leuk om van anderen ook opmerkingen en dingetjes te horen. Ja, echt een soort meidenavond. Verliefdheid is vaak een onbewust proces en is zeker geen toeval. Het moet gewoon zo zijn. Ik zeg dat laatste, ik heb je nodig. Dat is ook vaak verliefdheid. Want iemand wil graag verliefd zijn op iemand, omdat dat gevoel zo lekker is. Maar het heeft vaak te maken met dat je die ander nodig hebt op dat moment. En jij, Vief, ken jij momenten van jaren verliefdheid? Of was het bij jou ook? Ja, ik ben heel lang verliefd gebleven. Ben je ook zo'n romantische muts? Ben je romantisch? Oh, ik ben echt, ja? Ik ben niet geschikt voor deze maatschappij. Ik vond het erg leuk, Lisa. Ja, en er zijn na 25 jaar huwelijk dat ik het toch al op heb zitten. Toch weer dingetjes dat ik denk van, ja, ik moet er toch weer even aan werken. Doordat we als kind bepaalde basisbehoeften hebben gemist, verwachten we onbewust weer dat onze partner onze leegte aanvult. Of als we de confrontatie niet aan durven gaan, ontploffen we en smijten we met voorwerpen die in de buurt liggen. Sommigen gaan daadwerkelijk in de aanval en meppen erop los. Wat zei jij, Vief? Hadden we het maar gedaan? Ja, hadden we het maar gedaan. Misschien had het ruimte gebracht. Ja, ik vond het heel interessant. Je hoort natuurlijk een heleboel dingen die herkenbaar zijn. Maar het is natuurlijk wel moeilijk om in één lezing alle nuances weer te geven. Mm-hmm. Je hebt foute mannen, maar je hebt ook foute vrouwen. Mm-hmm. Intermenselijke relaties zijn ingewikkeld, mm-hmm. hoe je het ook bekijkt. Wat zijn jouw rode knoppen? Nou, ik denk dat ik wel gevoelig kan zijn voor kritiek. Ik ben woest, agressief, boos, kwaad. Nee, en ik sla er ook op los of ik gooi met spullen. Wat is jouw rode knop? Oh, ik krijg thuis altijd overal de schuld van. Ja. Ik heb een hele leuke avond en ook de wijn en de spijs mag er zijn. Dus genieten geblazen. Nou, geloof mij vrouwen, val jij op een foute man, ga nooit de eerste date met die man naar bed. Ook niet de tweede, niet de derde, niet de vierde. Wacht en onderzoek. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het leerzaam en ook een hoop herkenning. Vooral over de foute mannen. Nou, helemaal goed. Sommigen schijnen niet eens te weten waar de clitoris zit. Ze likken maar wat in de rondte zonder gevoel. En zeg dat dan ook op een goede manier, want anders raak je zijn rode knop. Niet van, ja, jij denkt alleen maar aan jezelf, want dan heb je zijn rode knop te pakken. Maar zeg dan, lieve schat, ik zou graag eerst even een kwartier willen knuffelen. Dan krijg je wat je hebben wilt. Wijs die man de weg.
Nee, maar je moet een instructieboekje schrijven met leuke tekeningen. Ja. Dus wat ik zeg, we moeten mannen de weg wijzen. Ja, maar het gaat wel om de toon. C'est la ton qui fait la muziek. En dat blijft zo. Dus precies wat jij zegt. Als je zegt, je bent een lul, je doet het niet goed. Dan hoeft het niet meer. Dames, wijs de heren de weg. Want ze weten niet altijd waar de klepel hangt. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel. Oh, ik was goed van de diversiteit aan vrouwen die vanavond aanwezig waren. Dus jonge meisjes, oudere vrouwen, ook rijpere vrouwen. En interessant is dat iedereen hetzelfde verhaal meemaakt. Maar dat iedereen de schuld eigenlijk bij de mannen steekt. Terwijl dat we allemaal zelf ook ons fouten hebben. Maar ik vond het een hele mooie lezing en je boeken zijn super.